Mevrouw Grant, we gaan gelijk met u beginnen. Op 9 april 2021 hebt u uw masterstudie aan de faculteit der maatschappijwetenschappen van ADEC afgerond. En u heeft een onderzoek gedaan naar een volwaardige plantenindustrie in Suriname. En u bent tot de conclusie gekomen dat Suriname jaarlijks $2 miljard mist aan inkomsten, omdat deze medicinale plantenindustrie nog niet goed is ontwikkeld. Ja, goedemorgen meneer Hiwat. Ik moet wel even zeggen, meneer professor Mans heeft een onderzoek gedaan. Hij is van het medisch faculteit, farmacologie, heeft hij daar verzorgd hij daar. En hij is toch tot de conclusie gekomen dat we dus $2 miljard per jaar mislopen, omdat we die industrie niet ontwikkelen. Ja. En het zou voor Suriname een meerwaarde hebben, vooral onze economie, een meerwaarde hebben indien wij deze industrie zouden ontwikkelen. Sorry. Ja. En maar waarom bent u op het idee gekomen om een onderzoek te doen naar deze industrie? Kijkt u, het is, we noemen het een industrie, het is informeel in Suriname. In het buitenland is het al een hele industrie. Maar als we terugkijken, heel ver terug, dan bestaat het gebruik van planten voor curatief en medische doeleinden, toch? Preventief en curatieve zorg. Bestaat er al heel lang. Vanaf de mensheid er bestaat, worden planten gebruikt. Niet alleen als voeding. Want als we naar de markt gaan en we gaan groenten kopen voor onze gezondheid, is het normaal. Ja. Gaan we fruit kopen omdat we vitamine nodig hebben, is het normaal. Waarom is het niet normaal als we de planten gebruiken voor medicijnen? Ja. Terwijl het al vanaf de mensheid gebruikt wordt. En ik zal u zeggen, het gaat er nog bestaan. En er zit heel veel potentie in deze industrie als we het goed ontwikkelen. Wat moet gebeuren om, want u zegt het is nog geen industrie in Suriname, maar daarbuiten, China, India. Ja, toch? Wat moet gebeuren in Suriname als we van plan zijn, met ons allen, om een industrie van de medicinale planten te maken? Oké, ten eerste moet je weten hoeveel mensen het gaat die kennis bezitten. Ja. Dus er zal een inventarisatie moeten komen. Dat was al van plan, toch? Een inventarisatie. En dan bied je dat aan. Want ook onze beleidsmakers zijn ervan bewust dat er een medicinale plantenindustrie informeel is. Nee. Toch? U kunt naar detailhandelaren gaan en u ziet daar een flesje of u ziet een pakje met kruiden. Dus het gaat al, Asanigokba. Het enige wat er is, als die mensen zijn geïnventariseerd en er zijn instituten die dat al gedaan hebben, toch? Ik kan die namen niet noemen, omdat ik weet u. Ja. Er zijn al instituten, onderzoeksinstituten. En als je al die namen bij elkaar hebt, want ik kan u verzekeren, niet iedereen is nog geïnventariseerd. Dan niet iedereen staat nog op de lijst. Dan ga je naar de beleidsmakers en je vraagt ze, maak een wet, toch? Maak wetgeving hiervoor, zodat wij, de mensen, toch, die zich bezighouden met deze planten en ze als geneesmiddel kunnen aanbieden, ook een bijdrage kunnen leveren aan onze monetaire systemen, onze economie. Ja. Dus die kans moeten ze, zouden ze wel moeten krijgen. En als die wetgeving er komt, dan ga je ervan uit, wat is nodig? Is er een laboratorium nodig? Is er scholing nodig? Hoe ga je dit allemaal op poten zetten? Ja. En hoe ook ga je je bossen beschermen, je milieu beschermen. Want als men doorheeft dat dat heel ding wettelijk is, dan kan ieder gaan en verzamelen. Ja. En dan heb je ook zo je planten kwijt. Dus dat alles moet dan geregeld worden. En dat kan met die wetgeving. En dan ga je dus per sector kijken wat de wet daarover zegt en hoe mensen moeten handelen, wat heb je nodig. Dus dat alles moet op poten gezet worden. Ja. Heeft u tijdens uw onderzoek ook gesproken met mensen binnen die sector? Hoe staan ze open? Want je hebt sommigen zeggen, mijn kennis die ik
al heel lang heb gekregen van mijn Biggie Smalls, wil ik niet zomaar prijsgeven. Ja. Want als ik het prijsgeef, dan kunnen andere wetenschappers die heel ver zijn ontwikkeld, ervan doorgaan met mijn kennis. Mm-hmm. Staan ze open als we kijken naar deze mening van ze? Ja, ze staan open. Bij mijn studie, bij mijn onderzoek, heb ik gekeken naar de publieke sector en de private sector. En beide sectoren staan erachter van, hey, we moeten dat ding gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Dat ding heeft potentie. De publieke sector, dat zijn de ministeries, DNA zelf, een DNA-lid heb ik ook geïnterviewd. Die zeggen van ja, dat ding moet komen, want zij zelf, we zijn in Suriname. Ieder Surinamer kent wel een plant, toch, die een oma of een opa gebruikt heeft voor zichzelf. Ja. Of zelf die bita die we moesten drinken. Ja. En de natuurgenezers, de kenners, hebben ook aangegeven, we willen dat ding ontwikkelen. En ik zal u zeggen, ze zijn misschien niet zo bang voor de wetenschappers, dat die het overnemen. Ja. Maar onderling, toch, eigenlijk op een label zou moeten staan welke planten erin zijn. Wat je kan verwachten en wat je niet moet doen. Toch? Ja. En als je het erop zet, kan een andere natuurgenezer of iemand anders die niet zo'n natuurgenezing afweet, toch, die gaven niet heeft, het overnemen en jouw product namaken. Ja. Ze willen met de wetenschappers meewerken, want zij zijn er zelfs ook van bewust dat deze sector in het buitenland verder ontwikkeld is. Ze willen meewerken eraan. Je hebt die kennis gehad. Je hebt die kennis van God gehad, met de bedoeling dat je anderen helpt. Niet alleen in jouw land, maar ook in het buitenland. Want ook natuurgenezers, hun producten zijn al gewild in het buitenland. Toch? Ja. Ze willen eraan werken. Ze willen ervoor zorgen dat het ook acceptabel is in het buitenland. Want die heeft ook zijn regels. Maar dat moeten we dan van de overheid krijgen. Toch? Begrijp je? Beide partijen staan willing, 100%. Ja. Maar wat zijn de stappen ernaartoe dat het legaal gemaakt wordt? Ja. En dat ligt bij de beleidsmakers. Bij de beleidsmakers. Ja. Dus we moeten een stapje verder gaan, want nu maken we geneesmiddelen. Ja. En we moeten richting supplementen, ja, en medicijnen. Medicijnen, precies. Ja. Maar zijn onze natuurgeneesmiddelen wel gewild daarbuiten? Want als je praat over de industrie, dan moeten we exportgericht werken. Zijn ze wel gewild? Ja, ik zal u zeggen dat ze gewild zijn. Als de natuurgenezers aan mij vertellen van, zelfs in het buitenland worden mijn producten gevraagd, omdat je overal Surinamers hebt. En een Surinamer in Suriname, die heeft de familie ergens anders. En die geeft het door van, hey, maar wacht even, voor deze vlekken is er een thee. Ja. Of voor die benen die je hebt door suikerziekte, ja, daarvoor is er wel een middel, hoor. Mm. Oh, en hier in het buitenland, dat hebben we dat niet. Dus dit is maar wanasan. Dit is maar wanasan, en dan wordt het weggestuurd. Ja. Toch? Zelfs daar zou Suriname van mee kunnen pikken. Want maak je dat ding legaal, dan zorg je ervoor dat er regels komen. Mm-hmm. Dat ook de natuurkenner van de natuurgeneesmiddelen beschermd wordt. Want daarvoor zijn ze ook bang. Ja. Toch? Hey, bescherm mijn product. En ik ben willing om met de overheid samen te werken dat dit ding gepusht wordt en wij ervan gaan genieten. Want die 2 miljard is wat geschat is. Ja. Ga je naar al die natuurgenezers en je gaat kijken wat ze allemaal te bieden hebben, dan zal het meer dan die 2 miljard zijn. Want meneer Mans heeft gewerkt met de informatie die hij toen heeft gehad. Ja. Ja. Maar het gaat specifiek over medicinale planten. Want planten. U hebt bepaalde natuurgeneesheren. Volgens de man met een geneesmiddel dat hij mij doet om in rituelen rond Asani. En je hebt bepaalde mensen die aangeven dat nou, van zulke geneesmiddelen wil ik niks. Dus hoe gaan we die scheiding brengen? Stel je voor, we gaan richting een industrie of een stap verder. Hoe gaan we die scheiding brengen? Toch, want if Miwanwang geneesmiddel tegen diabetes, ja, dan Miwan Shifa amang e borawiri en dan me kies a te. Maar amalom
doe om een soort san lonting, karomen geesten op, et cetera. Ja. Want dan, dat minowani, dat zeggen bepaalde mensen ook. Ja. Dus de vraag is, hoe gaan wij dan die scheiding maken van die twee typen natuurgeneeswijzen? Ja, heel interessant hoor. Daadwerkelijk wat u zegt. Er zijn mensen die de medicijnen maken, ja. Toch? En anderen die weer met cultuur bezig zijn. Ja. Dat is de manier hoe zij die kennis krijgen. Ja. Bij de inventarisatie zou dan ook de mogelijkheid geschapen moeten worden dat de persoon aangeeft van kijk, ik ben ook cultureel bezig. Ja. En als je inventarisatie doet, is het de bedoeling dat het dan beschikbaar is. Mm-hmm. Je zet het in een database en het is beschikbaar. Als wij verder zouden kijken, in sommige landen heb je dan een industrie waar er toeristen komen. Je hebt medisch toerisme. Je komt voor een kapotte been bijvoorbeeld. Ja. En je kiest van, hey, ik wil wel mijn been hier laten behandelen. Ja. Maar alsjeblieft geen culturele dingen. Ja. Of je zegt, nee, maar ik kom juist voor het culturele. Ja, ja. Want je hebt ook die mensen die dat willen. Klopt. Toch? Dan zouden we die keuze moeten laten aan de mensen die het vragen. Maar dan zou ook de natuurgenezer eerlijk moeten aangeven Even. Van, ik ben dan bezig met cultuur. En dan, wie cultuur wil, die komt bij mij. Ja, ja. Dus, die vrijheid. De keuze moet gelaten worden aan de mensen die gebruik willen maken van dat product. Ja. Mevrouw Grant heeft aangegeven dat de beleidsmakers nu het besluit moeten nemen. Ja. Heeft u tijdens uw masterstudie wel onderzocht waarom het zo lang duurt dat politiek Suriname nu uiteindelijk het besluit neemt? Die vraag heb ik niet gesteld. Okay. Die vraag heb ik niet gesteld. Wat ik wel gevraagd heb, is als de publieke sector, dat is de overheid, weet, heeft van deze systemen. Mm-hmm. Ze weten het. Er was ook een commissie, het ministerie van Volksgezondheid, vorige regering had een commissie. En die waren ermee bezig. Dus als de overheid al mee bezig is, een commissie heeft ingesteld. Dat is zeggen, het leeft, toch, binnen de overheid, het leeft. Ja. Bij aantreden van deze regering hebben ze het even on hold gezet. Ze wilden even kijken waarvoor het is. Weet je, dus om te kijken van, heeft het bestaansrecht? Ja. Doet het zijn werk? En volgens de laatste berichten, houdt u mij ten goede, had ik begrepen dat deze minister ook zo'n beetje bezig was ermee. En maar dat de COVID-situatie eventjes nog de zaken on hold zette. Maar in de hoop en in het geloof toch, dat het weer van de grond komt en dat we nu erachteraan gaan. Ik wil ervan uitgaan dat het niet voor zijn tijd komt. Ja. En dat het nu ons tijd is in Suriname om deze industrie te gaan ontwikkelen. Ja. Ja. Dus dat besluit moet zo snel mogelijk genomen worden. Precies. Maar ik heb ook begrepen dat een stichting een conceptwet had ingediend bij de DNA. Precies. Wat staat in deze conceptwet? Die hebben ze aangeboden aan de overheid, aan de regering, die DNA. Ja. Ik zou niet kunnen vertellen wat erin zit, omdat het van hun komt. En oh, ze dus u heeft geen kennis over die wet? Nee, okay. Toch, ik kan niet erover praten. Maar het is wel een stichting die al heel lang aan de weg timmert. Ja. En dat eigenlijk van de grond wil krijgen, omdat ze weten wat er allemaal, de potentie, wat er allemaal hierin zit. En ze hebben heel veel wetenschappers bij betrokken, mm-hmm. behalve om die wet te schrijven, maar ook om te gaan brainstormen wat er allemaal nodig is. En hoe de zaken moeten verlopen. Dus ze zijn bezig. Ja. Ja. En het ligt nu echt aan de beleidsmakers om te kijken wat in die wet staat. En wat allemaal veranderd zou moeten worden. Of wat er goed is en beter kan. Ja. Ja. Heeft u tot slot iets toe te voegen aan dit gesprek? Ja, zeker. Ja. Zeker. De gemeenschap die dus deze middelen ook gebruiken, die zouden misschien ook een steentje kunnen bijdragen. Want kijk, het is een public-private kwestie. Ja. Maar deze gaat ook daarover, public-private partnership, de weg naar een
volwaardige medicinale plantindustrie in Suriname. Ja. En de hele gemeenschap gaat er baat bij hebben. Toch, als deze producten ontwikkeld worden, want ik kan u zeggen, er zijn middelen ontwikkeld uit onze eigen planten, waar de wetenschap nog geen oplossing voor had. Ja. Of de medische wereld nog geen oplossing voor had. Bijvoorbeeld? Mensen die bijvoorbeeld, waarvan de benen helemaal gezwollen zijn, omdat ze last hebben van een verhoogde suiker. Mensen die kapotte beenderen hebben en misschien dat been zou geamputeerd worden. Ja. En dan worden ze gestuurd naar een van de dorpen in ons binnenland. En de persoon komt terug met een been, toch? Ja. Een gezonde been. En ik heb zelfs een meneer meegemaakt die in een opleiding was, waar ik ook was. En hij zegt, zijn been zou geamputeerd worden. Zijn opa zegt, no, sena boykong. En als je tegen die meneer zijn been aanslaat, lijkt het alsof je tegen ijzer aanslaat. Ja. Niet geopereerd, dus alleen de planten. Ja. En zo zijn er nog een taal van zaken. Hoe heet het? Ik kan niet erop komen. Maar ik heb de mensen gesproken en... Ja, je staat er versteld van. Ja. Enkele geneesheren en vrouwen hebben hun kennis op papier gezet. Ja. Er zijn boeken. Dus dat is wel heel goed. Maar om die industrie op gang te brengen, moeten deze geneesheren en vrouwen geschoold worden om op een ander niveau te gaan functioneren. Precies. Want van geneesmiddel naar supplement, dan gaan we al richting chemisch. Ja, ja. Toch? Dus dat eigenlijk een origineel voor een geneesmiddel in een vorm komt bakken in een westers. Westers, toch? Precies. Hoe zouden we deze mannen en vrouwen die bezig zijn met deze geneesmiddelen het best kunnen omscholen? Laat me beginnen met zeggen, als je gaat van natuur naar chemisch, het hoeft niet speciaal dat je naar chemisch gaat. Oké, okay. Dus scholing, van geneesmiddel naar supplement? Naar supplement. Oké. Okay. Als het om scholing gaat, heb ik ook belicht in mijn thesis, wat zouden we moeten doen? Hmm. Bijvoorbeeld, hoe verzamel je? Waar verzamel je? Ja. Dat is ook die scholing die je zou moeten geven. Ja. Want sommige natuurgenezers die gaan en ze kopen de planten onder de markt, om hun product te vervaardigen. Okay. Maar dan moet je weten waar het vandaan komt. Is het langs de weg gewoon verzameld? Heb je het op een vuilnisbelt gehaald? Ja. Of uit een goot waar er olie in zit? Weet u? Heb je het in het bos gehaald? Waar heb je het vandaan gehaald? Ja. Hoe heb je het verwerkt? Heb je het ergens gewoon gegooid op het erf en even wachten tot het droog is om het dan aan de man te brengen? Dus al deze processen moeten opgeschreven worden en dan in een training of een workshop of gewoon een scholing doorgegeven worden aan niet alleen de personen die de medicijnen maken, maar ook de personen die de planten gaan verzamelen, de personen die de planten verwerken, de gezondheid van de mens. Als je iets maakt voor de gezondheid van de mens, dat wil zeggen dat je hygiënisch omgaat met het product. Ja. En dat hoort ook erbij, Dat hoort ook erbij. Maar de mensen zijn wel willing om zich te laten omscholen. Scholen. Ja, ze zijn willing. Ja. Ik bedank u, mevrouw Grant. Ik denk dat wij niet uitgesproken zijn. Ja. Want dit onderwerp is heel interessant. Vooral als ik lees dat wij $2 miljard aan inkomsten missen. Ja. Dan moeten we haast maken. Precies. Om deze industrie op te zetten. Ja. Er moet een heel er is een heel lang, een lange weg die we moeten wandelen. Hele. Maar de mantaki ook aan Luku Saif Sanadorosi. Ja. En ook aan Tjara kennis kunnen inzien, zodat we kan ontwikkelen industrie. Ja. Ik bedank u voor uw komst en heel veel succes. En ik hoop dat u vaker hierover zal praten. Ja, u ook bedankt. Ik ben blij dat u dus geïnteresseerd bent in dit onderwerp. Omdat we haast moeten maken nu. Ja. En de kennis mag niet verloren gaan. Dank u wel. Ja, dat was mevrouw Angela Grant. En abetaki abrading medicinale planten zijn abi. Isap onkies koni voor onbigisma.
maar om Mustara Sanko in de industrie, zodat hij ons kan verdienen. En ook de desmassa en meekding, geneesmiddelen, dat hij kan kiezen scoren, zodat de herketen zit komen met de industrie, kan contapamorohi level.